Goedendag, welkom bij het nieuw vakantieweerbericht voor Europa. Afgelopen week was het in Centraal- en Zuid-Europa al prachtig zomerweer. Met bijvoorbeeld in de Alpen mooie vergezichten bij mooi weer. Maar wel is het zo dat we later dit weekend toch ook weer te maken gaan krijgen met stevige regen- en onweersbuien in vooral Centraal- en Oost-Europa. En dit soort beelden kunnen we waarschijnlijk ook alweer schieten zaterdag of zondagavond op bepaalde delen van Europa. En dat is op dit moment ook al het geval, want als we naar het satellietbeeld van Europa kijken, zien we een aantal witte dotten boven Polen, maar ook richting Zweden liggen. Er zijn een aantal stevige regen- en onweersbuien. Die buien die trekken snel weg richting het oosten naar de Baltische Staten. En aan de westzijde daarvan zien we dat wat koelere lucht nu Centraal-Europa binnenstroomt. En voor de rest zien we brede opklaringen in onder andere Italië, Frankrijk en ook richting onze omgeving. En dat heeft alles te maken met een hoge drukgebied. En dat hoge drukgebied kunnen we ook zien op de Europese weerkaart. Dit is de kaart voor komende nacht. Dan zien we eigenlijk een uitloper van hoge druk vanaf de Azoren richting Duitsland. En onder leiding daarvan is het in Zuid-Europa en Centraal-Europa gewoon heel stabiel zomer weer de komende dagen. Ook zien we die buien boven het oosten terug. Die zijn al verder doorgedrongen richting Rusland en de Baltische Staten. Die buien gaan eruit. En het hoge drukgebied bepaalt de komende dagen echt wel het weerbeeld voor een groot deel van Europa. Op de Britse eilanden zien we wel een aantal storingen voorbij trekken. Een paar buiengebieden. En die buiengebieden zullen in de loop van het weekend Centraal-Europa induiken. Met al daar warme lucht zou dat tot regionaal wat stevige regen- en onweersbuien kunnen leiden. In de loop van vrijdag zien we al wat buiensignalen boven de Alpen en het westen van Duitsland. Maar in de loop van zaterdag neemt dat buiensignaal in dat deel van Europa toch wel eens verder en sterker toe. Het kunnen een paar stevige buien zijn met ook onweer en hagel. En die buien trekken langzaam aan richting het oosten. Wat dan opvalt is dat er weer een nieuw hoge drukgebied snel opbouwt via de Britse eilanden en zo opnieuw weer Centraal-Europa induikt. Zorgt voor echt wel een hele mooie vakantieweek volgende week. Grote delen van Europa echt wel veel ruimte voor de zon. Maar in het noorden van Europa zien we een lage drukgebied rondtollen. Vooral in Finland en delen van Zweden en noorden van Noorwegen is het volgende week echt niet heel ideaal vakantieweer. Tenzij je van regen houdt natuurlijk, want daar zien we toch regelmatig veel regengebieden overtrekken. En dat hoge drukgebied houdt nog wel lange tijd stand volgende week. Waarschijnlijk blijft dat hoge drukgebied ook min of meer boven Centraal- of Zuid-Europa liggen. Maar we zien ook een groot lage drukgebied, of een thermisch lage drukgebied, boven Spanje en het zuiden van Frankrijk ontstaan. En daar moet later in de week toch wel even wat meer aandacht aan worden besteed. Want dat zou toch wel eens tot nieuwe forse regen- en onweersbuien kunnen zorgen in Frankrijk, ook later in Duitsland in het Alpengebied. Als we kijken naar de bijbehorende temperaturen in Noord-Europa, ja, dan zien we toch al deze vrijdag, aankomende vrijdag, vrij gematigde temperaturen in vooral Zweden, Noorwegen, Denemarken en de Britse eilanden. Veel plaatsen ligt de temperatuur daar onder de 20 graden, ook zo in delen van Noord-Duitsland. Maar boven het oosten van Europa zit toch wat warmere lucht. Die warmere lucht wordt in eerste instantie wat meer verdrongen richting het oosten door de komst van die nieuwe buien. Maar uiteindelijk zien we als dat hoge drukgebied dan langzaam in het weekend of na het weekend begint op te bouwen, dat de temperatuur vanuit het noorden van Frankrijk weer begint op te lopen. En dat warmere lucht langzaam weer een opmars maakt richting Duitsland en ook het zuiden van Zweden. En dat dan weer dagelijks de temperatuur kan stijgen naar 20 tot 25 graden. Of misschien in het uiterste zuiden van mijn weerkaart zelfs zomaar een keer richting de 30 graden. En vanzelfsprekend is het natuurlijk warmer in het zuiden en midden van Europa. We zien daar vrijdagmiddag alweer temperaturen die kunnen oplopen naar 30 tot lokaal zelfs meer dan 35 graden. Ook in het zuiden van Duitsland is dat het geval, in Hongarije, grote delen van Frankrijk, echt heel aangenaam zomerweer. Wel is het zo dat we in het weekend dat buiensysteem richting het oosten van Europa zien trekken en dat daar de temperatuur tijdelijk even naar beneden gaat. Het is echt van tijdelijke aard, want we zien in de loop van het weekend dat warme lucht boven Spanje uiteindelijk weer een opmars maakt richting Frankrijk. En ook op de Balkanlanden en in Griekenland echt wel hoge temperaturen komende week. Al daar dus echt stabiel zomerweer. Er verandert eigenlijk weinig aan. En als we dan kijken naar de samenvatting, dan zien we dus dat het in Noord-Europa de eerste week vrij koel en wisselvallig weer is.
Daar ligt de temperatuur dus vaak onder de 20 graden. Ga je wat meer richting Centraal- en Oost-Europa, ja, dan komt de temperatuur toch alweer vaker aan die zomerse waarde of zelfs die tropische waarde van 30 graden. Wel is het zo dat we dus rekening moeten houden met een aantal stevige regen- en onweersbuien in de loop van zaterdag in Duitsland en het Alpengebied. En richting zondag is dat vooral in Oost-Europa het geval. En ja, in Zuid-Europa verandert er eigenlijk vrij weinig. Daar is het dus de komende dagen gewoon stabiel en heet zomerweer met veel ruimte voor de zon. Ik wens u een fijne vakantie en tot de volgende keer.